Oké, welkom bij een nieuwe video. Ik ga vandaag een mukbang opnemen met Daan. Zo leuk! Ja! Zitten! Echt lang geleden. We staan nu in de rij bij de McDrive. En we weten niet wat we willen. Nee. Ik denk dat ik gewoon voor de Big Mac ga. Ja? Big Mac menu. Niet nog een extraatje erbij? Jawel. Oké, laten we. Ja. Let's approach. Oh, dit zijn allemaal veggie. Oh ja, ik wil ook wel die veggie McDonald's. Ze zien er opeens veel meer als ze gaan. Hey, mag ik één groot Big Mac menu? Drie spellen. Ja, vier. Cola Zero. Ja, mag ik een losse hamburger? Losse hamburger. Is dat mijn bestelling of jouw? Mijne. Wat weer een Dit is precies wil ik ook. Oh, nog een losse hamburger. Nog een losse hamburger, ja. Een veggie McRocket. Eén veggie croquet? Ja. Hoort het dan niet, toch? Sorry? Hoorde je wat nu toch? Hoorde ik wat? Ja, raar geluid. Nu toch? Nee. Oké. Wil je nog iets Wil jij nog iets? Wat heb jij nu genomen? Ik heb nu een kroket en een hamburger. Ja. Wat vind je zelf het lekkerst? Ik ook? Ja. Van wat voor broodje bedoel? Ja. Wat ik lekker vind is, ik hou die van handstappen met een honing. Oh ja. Ik hou gewoon zo van honingstout. Zo, deze ziet er ook goed uit. Ziet er ook wel lekker uit. Met een koolstroop, grote uilen. En rucola sla. Oh ja. Met machete kaas. Ja. Zo, die ziet er wel echt lekker uit. Ja, dat is die homestyle crispy met honey mustard. Ja, klopt. En je hebt die ook nog normaal? Ja, die heb ik ook een menu. Nee, maar normaal, zeg maar zonder honing. Ja, ik heb ook crispy chicken ook zonder honing. Dat is ook een andere. Anders met spijsjes zout, eiercompoot, met rode uien. Oeh, ik vind het lastig. En de Big Tasty vind je natuurlijk ook lekker. Ook lekker, ook misschien dan niet, we nemen dan ook een Tasty. Ja, heel moeilijk. Ja. Ik vind een filet of fish ook altijd lekker. Mag ik een filet of fish? Wil je maar nu van een broodje? Alleen een broodje alsjeblieft. Ja. Heb je geen friet? Nee, kip nuggetjes erbij nog. Ja. En de kip 6 alsjeblieft. Wat zou je erbij hebben? Doe maar frietsaus. Frietsaus? Ja, graag. Wat is er? Ja. Oké, dan wordt het. Oh, sorry. Nog één grote Cola Zero. Nog grote Cola Zero? Ja. Dat was het? Ja. Dankjewel. Wat vind jij het lekker? Is helemaal bespreken en dan niet dat nemen. Oh ja, lekker. Doe mij maar een Big Tasty. Ja, maar ik hou niet zo van honingsaus. Maar ze is wel heel lief. Ja. Ik denk wat ze zijn met het geluid. Als iemand aan het schelden of zo. Ik hoop het. Oké, terug horen. Ik heb net een sticker geplaatst wat mensen vragen mochten insturen voor deze mukbang. Ik zag het. En heb je leuke zeker allemaal over de bevalling? Nee, viel eigenlijk wel mee. Ja? Ja. Piet had een leuke. Wat dan? Ik moet zo erg oppassen dat je dit uitkrijgt. Zo, oh mijn god. Hi. Hi. Ik ben groot met de pizza Cola Zero, een beetje met koket. Met twee hamburgers op 6. Grote Cola Zero, 4 frietjes in totaal. Ja. 4,25. Nee, 4 frietjes in totaal? Nee. Oh ja. 4,25. Pin alsjeblieft. Veel mooier uit, echt. Oh, wat lief, dankjewel. Ja, ik gisteren nog bij je kocht, moest wel echt huilen. Ik vond het echt zielig. Nou, dankjewel, wat lief van je. Wat een schatje. Maar kunnen ze je zien ook al door dat ding heen? Weet ik niet. Ik wilde net zeggen, jij leeft zo living on the edge met wat je altijd gewoon zegt. Met wat je eruit moet knippen. Ik wil het zeggen, living on the edge, maar het is nooit, het is niet altijd goed gegaan. Oh. Hi. Oeh, lekker, dank je. Eten is nog iets, als je daar kunnen parkeren, dan kan je even parkeren. Ja, top, dankjewel. Oh, ik vind Cola Zero zo shit. Ja, champagne gewoon in je auto liggen. Ja, dat is voor de verjaardag vind ik ook. Oh. In de McDrive altijd zo bang dat ik mijn auto helemaal. Ja, oeh. Oh, dit voelt helemaal als vroeger. Echt hè? Zo, oké, we gaan even wachten tot we het eten hebben en dan komen we terug. Doei. Wij hebben het eten. McNuggets.
Dat hebben we allemaal. Jij hebt een Big Mac. Oh, dat heb ik al even zo lang op. Ja. Big Mac. We hebben nuggets. We hebben filet of fish. We hebben cola. We hebben burgers. Friet. Frietsaus. We hebben eigenlijk helemaal niet zoveel. We kunnen nog een rondje doen. Ik met normaal. Met normaliter. Oké, ik heb een vraagstuk op Instagram gepost. Ondertussen gaan we gewoon eten. Ja, als je deze mukbang kijkt, dan moet je er gewoon tegen kunnen dat wij gaan zitten vreten. Want... ja, ik vind dit dus wel lastig om te doen. Ja. Om nu... dit is net alsof je voor de eerste keer gaat daten en dan uit eten gaat en geen hap door je keel krijgt. Binder. Ik had ook, wat was ik nou aan het eten? Volgens mij yoghurt met granola of zo bij Batman's. En toen vroeg zij iets en ik had echt net heel mijn bek vol. En ik kreeg zo van... nou, het lukte gewoon niet om het door te slikken. Goed verhaal. Ja. Onze favoriete herinnering samen. Oeh. Nou, ik ben wel echt, ik kom daar steeds op terug. Wat jij zo kut vond. Maar nu ook, nu ik die foto's zat te kijken weer van de week of vorige week. Ik denk wel echt die zomer dat we zoveel gingen reizen. Ja, zomertour. Ja. Ja, toen ik nog draai. Ik kreeg er trouwens ook een vraag over van, missen jullie die zomers? Ja. Oké, het enige kut eraan was dat je op verschrikkelijke tijden moest vliegen. Maar ja, nu moeten we ook op verschrikkelijke tijden wakker worden, dus. Dat is warm. Ja. Ja, ik weet niet. Ik mis het ook. Of tenminste, ik vond het gewoon de herinnering vond ik heel leuk. Maar als iemand nu zou zeggen, jullie mogen dat weer doen, zou ik het echt niet willen. Nee? Nee. Ook wel. Maar dan wel dat je, niet, dat je nu niet de zorg hebt, dat je niet weet, oké, dan moet je je kind ergens brengen en zo. Dat nee. Niet. Dat je gewoon weet, als ik thuis kom, mag ik ook 3 weken in mijn nest liggen. Laat ik zo zeggen, dat je nog even de tijd gewoon kan stilzetten. En dat dan hier alles zeg maar stilstaat en dat jij even dat kan doen. Ja. En dan kom je terug en dan is het gewoon nog dezelfde... ja. Hetzelfde, ja precies. Ja, op die manier. Dingen die jullie niet hadden verwacht rondom het krijgen van een kindje. Nou, ik heb wel echt de zorgen. En natuurlijk weet je wel dat je zorgen krijgt van een kind. Maar dat je dusdanig ergens zorgen krijgt dat je zoveel letterlijk stress kan hebben. Om bij alleen dat idee dat er iets met je kind is. Of, ja, dat vind ik echt, dat heb ik echt onderschat. Ja. Ja. Ik had dat ook wel dat besefmoment in de eerste week. Dat je... je leeft gewoon je leven, je hele leven lang. Vanaf dat je een kind hebt, ben je zo kwetsbaar. Want als iemand je dat af zou nemen, dan is je hele wereld tot een einde. Dus je hebt er zelf voor gezorgd dat je ineens heel kwetsbaar bent. Ja. En mijn moeder, die, ik vroeg hem wel eens, waarom wilde je geen derde? En toen zei ze om de zorgen. En toen dacht ik echt van... doe niet zo raar. Ja, als je er al 2 hebt, maakt nou uit. Maar... en ik zat ook te denken, nu met dat hele... met dat jongetje en die Jos B... zeg maar, heel lang was je toch helemaal als meisje zijn er dan is je moeder heel erg van nooit met vreemde mannen meegaan. Ja. En dat je zelf deed het bang bent dat je verkracht wordt. Tuurlijk, ik was er altijd bang voor. Ja, tuurlijk, ik ook. En nu opeens is het gewoon, heb je dat, ben je gewoon zelf, heb je dus een kind en voel je gewoon die angst van je moeder van als er iets met je kind gebeurt, nou echt. Klopt, als ik eraan denk dat zoiets zou overkomen, nee. Ik zou echt... doordraaien. Ik zou tegen Piet, ik zou niet als ouder zijn dan zo in die rechtszaal kunnen zitten en niks doen. Ik zou hem aanvliegen, denk ik. Ja. Maar ja, dat kan niet. Nee, het is super sterk dat je je zo kunt houden, maar ik... echt vreselijk. Ja, maar echt vreselijk. Laten we het even gezellig houden. Ja, oké. Okay. Terug ook voor de vraag of ons contact is veranderd. Ja. Ja? Nou, dat, wat ik steeds tegen jou zeg, ik voel me echt een vreselijke vriendin. Nee. Ik vind het echt heel aardig dat je nog steeds mijn vriendin bent. Nee, joh, houd toch op. Nee, ik heb echt onder een steen geleefd. Ja, maar ik denk wel dat omdat we allebei moeder zijn nu, dat ik ze zeg maar helemaal begrijp. Je begrijpt elkaar beter. Nou, wat ik tegen jou zei, ik voel me nu achteraf, ook heb ik je denk ik wel destijds geholpen. Toch voel ik me nog wel met een soort van... zwaar. Terug, hè? Zwaar geholpen. Maar met terugwerkende kracht, want ik heb je niet echt, denk ik, 100% begrepen. En misschien kleine dingen als je zei van, weet ik veel, ze heeft niet geslapen deze nacht. Dan denk je, oh ja, oké. Okay. Maar nu denk je van, oh mijn god. Hoe kut voel je dat? Ja. Ja, inderdaad. Van, ja, ik ben zo moe, ze heeft niet geslapen. Ik ben iets laat en denk je, ja, oké. Okay, nou, of met flesjes en tijden en slaapjes. Ja. Allemaal dat soort dingen. Ja, eerst denk ik van ja, wat maakt het nou eigenlijk uit? Maar het maakt echt allemaal wel uit. Want ook nu ben ik daar ook weer een beetje uit. Nu denk ik van ja, boeien of zo'n flesje een kwartier later is of niet. Maar een kwartier op 3 uur is heel veel. Ja. Dus als je dan zo'n schema in de war gaat gooien, ja. Dus dat je binnen een dag zit je weer 1 uur later. En ik weet ook nog heel vaak, als ik bij jou was, en dan
ging ze huis en ik dacht, oh, heeft ze honger, heeft ze honger? Ik denk dat ze honger heeft. En oh, dat is eigenlijk waar we het net over hadden. Als nu iemand dat zegt, denk je, nee, ze heeft geen honger. Ja, ze heeft net een fles gehad. Ja. Ze is gewoon, ik weet niet wat er is. Wist ik het maar ze heeft geen honger. Ja, struggles. Maar ik denk dus dat ons contact wel een beetje veranderd is. Als in minder. Ik kan niet meer hele uren appen. Nee, oké. Ons contact is veranderd. Maar ja. Het is wel hetzelfde nog, toch? Ja, de intensiteit. Dat is wel anders, maar de band niet. Nee. Mooi gesprek. Oh nee, oh. Die Big Mac. Oh. Oké. Okay. Hebben jullie wel eens een ruzie? Ik heb het eigenlijk ooit openbaar gemaakt. Volgens mij niet. Onze erge ruzie. We hebben één ruzie gehad. Dat was toen Monica Piet aan het pijpen was. Toen Marley verwekt is. Toen we aan het zwingen waren. Robert is zijn vader, een nieuwsflash. Toen we aan het zwingen waren en Rob zijn pik in het verkeerde gras stak. En dan daar was Marley. Oké, nee. Maar we hebben wel eens ruzie, ja? Of was het dat de vraag niet meer? Jawel. Nee, de vraag is hoe wel eens gewoon een swing. Nou ja. We hebben één. Hoezo, we hebben wel ruzie. Wat hebben we nog meer voor ruzie dan? Nee, alleen die. We hebben één keer echt ruzie gehad in New York. En toen. Toen jouw pet af. We hadden zo'n ruzie. Toen liep ik boos naar buiten en toen waaide ze heel hard. Toen waaide mijn pet af. Toen ging Danique zo hard lachen. Toen werd ik nog kwader. Ze kreeg zo zieke woede. En toen moest ik heel erg huilen, want ik moet altijd huilen. Dat ik gewoon echt heel gevoelig ben. En toen ging ze ook nog zeggen dat ik aan het neppen was. Niet dat ze er gedoe nu. Niet nu. Tu huilen. Oh. En toen. Daarna met Pieter boos. Ja. Dat ons oud en nieuw naar de Filistijnen was. Ja, dat was op oudjaarsdag. Maar verder hebben we nooit echt. We kunnen wel felle discussies hebben. Maar dat komt omdat we gewoon allebei andere dingen vinden. Ja, en gewoon een hele duidelijke mening over dingen hebben. Ja. En ja, als die even dan niet hetzelfde is, dan kunnen we wel een soort van hard discussiëren. Klopt, maar nooit dat we dat persoonlijk nemen of zo. Nee. Dus eigenlijk hebben we nooit ruzie. We gaan alleen nooit meer samen naar New York. Oh ja, deze. Denken jullie dat jullie dochters beste vriendin is? Ik word hier zo niet goed van. Denken mensen echt dat hij een meisje is? Ook, ik had van de week toen met die Koemak. Zowel eerst die arts had over zij en haar. Huh? En toen daarna die gozer die bloed. Maar die arts onderzoekt hem toch? Ja, en je ziet het toch in het fucking systeem. Nee, maar ik ben wel daardoor echt aan de naam gaan twijfelen, man. Ik heb nog nooit een meisje ontmoet dat Marley heet. Ja, Marley van de Velden, maar dat is met niet met een E. Maar heet ze eigenlijk Marley van de Velden? Ja. Ik weet niet of ze echt van de Velden heet. Volgens mij is ze getrouwd. Dus waarschijnlijk niet meer. Maar goed, verder. Ik heb het wel ook opgezocht toen we die naam gingen kiezen. Het is zeg maar letterlijk voor allebei. Dat vind ik juist leuk. Maar ook die jongen die dus bloed ging prikken. Ik zei tegen hem, het is een hij. Ja, ik moet ook zeggen, toen hij binnenkwam, toen dacht ik van, ja, dit is wel echt een jongen. En denk ik, ja, waarom ga je dan haar zeggen? Maar goed, whatever. What the fuck? Of misschien bedoelen ze, als er nog een dochter komt. Ja. Ja, wil je nog kinderen? Ja. Dat is ook een veel. Hoeveel heb je in je hoofd? 4. Die kroket zit er niet bij. Nee. Jammer, ik wilde hem uittesten voor jullie, maar Jorlas. Ik denk dat dat ook wel een verschil is van de bevalling. Dat vond jij echt vreselijk, hè? En natuurlijk, het was ook vreselijk. Maar ik heb er denk ik wel een ander gevoel aan overgehouden. Als in, ik weet nog dat jij het echt soort van, dat je zei, ik ga dit nooit meer doen. Ja. En ik heb een beetje de andere kant. Dat ik een soort van,
Ja, zei meteen, ik zou het zo nog een keer doen. Ja, en ik wilde gelijk verloskundige worden en zo. Ja, maar dat wilde ik ook wel worden. Gewoon, het is zo interessant. Toen ging ik opzoeken wat voor opleiding je daar allemaal voor moest doen. Toen haakte ik af. Die kutten moet vrij, dat vind ik echt vreselijk. Ik wil zo graag verloskundige worden, maar ik wil niet een kut draaien. Is toch een moeite niet aan het denken? Ja, dat is waar. Je kiest je patiënten niet uit. Nee. Of cliënt, ik weet niet of je dat een patiënt noemt, maar... Ja. Oké, okay, next question. Wat is de vraag eigenlijk? Hoeveel kinderen je nog wil? Oh ja. Hoe ben jij? 1. Ja, ik weet het niet. Voor hetzelfde geld krijg je hierna een topzwangerschap. En een topbevalling. Denk je, nou, ik kan er zo nog 6 uitknallen. Ja, het wordt sowieso wel makkelijker als het goed is. De bevalling dan. Nou, je kut wordt groter. Maar, en ik denk dat je misschien minder gestrest bent, omdat je meer weet wat er gaat komen. En dat je meer dan kan overgeven, want je weet gewoon hoe sneller dit gedaan is. Ja, en dat je toch niks kan doen. Maar ik denk wel dat ik deze keer banger ga zijn voor het persen. Want die persweeën zijn echt, vind ik, heel intens. Ja, vond ik ook. Gewoon het lijkt wel of alle kracht van de wereld in jouw lijf komt en dit doet of zo. Door het gat wil. Ja. Ik weet niet meer hoe de wee voelde, maar ik weet nog precies hoe het voelde toen dat hoofdje stond. Oh. Ja, ik ook. Die ring of fire. Ja, dat vergeet je niet, hè? Nee. Zo. Mijn kut brandt gewoon als ik eraan denk. Ja, dat is echt waar. Ik heb nog een leuke vraag voor je. Oké. Okay. Vinden jullie het... Ik wil zeggen, gaat ook nog een vraag aan jou? Ja, een beetje aan ons beiden. Vinden jullie het spannend als papa op je kind past? Zo niet, hoe ga je daarmee om? Nee. Met Piet niet. Ik moet wel zeggen... Met Robert zijn andere vader wel. Met de echte vader wel, maar met Pieter niet. Nee. Als ik zeg maar zelf thuis ben en Piet die doet het, dan bemoei ik me wel overal mee. Maar ik laat hem wel met een heel gerust gevoel bij Piet achter. Minder dan, of meer dan bij iemand anders. Zoals mijn moeder, terwijl dit ook heel goed doet, maar gewoon wat we net zeiden. Maar Piet is zijn vader, dus die weet gewoon hoe hij mijn slaap moet doen en hoe laat hij zijn flesje moet. Ja. En die weet ook, zeg maar... Hoe kut het is als hij oververmoeid raakt of zo. Precies, Piet die heeft er zelf baat bij als het schema overdag gewoon goed is. Want 's nachts wil hij ook zo min mogelijk. Dus Zowel is zijn vader woont in Korea, dus die past sowieso niet op. Maar het is niet dat ze echt veel met Robert alleen is of zo. Komt wel eens voor. Maar zo echt heel lief voor haar. Ja, mega lief. Echt, had ik niet durven dromen dat iemand zo lief voor haar zou zijn. Nee, ik had ook eerlijk gezegd niet verwacht, tenminste. Dat hij zo betrokken zou zijn. Of tenminste, dat hij, het is niet heel vanzelfsprekend dat een man zo erg een kind omarmt. Het is eerder altijd de vrouw dan. Mm-hmm. Als de man al een kind heeft. Nou. Ja, echt knap hoor. Zeker, ik vind het ook echt heel knap. En niks is hem te veel. Vanochtend dan hoorden we Sarah-Lizzie blaren uit de kamer en dan gaat hij daar uit bed pakken en zo en dan hoor ik hem zeg maar zo met haar praten, dat is zo lief. Of ik had laatst was hij iets met haar aan het doen en ik was in de keuken en toen ging ik zo een beetje op te creepen en dan zie je zeg maar hoe die oprecht echt leuk is met haar. Niet van, oh dat doet hij omdat ik haar moeder ben en ik sta erbij. Maar dan zie ik dat hij echt zeg maar haar echt aandacht geeft. En echt een spelletje met haar aan het doen is en zo. En hij wist zeg maar niet dat ik het zag. Dus dat vind ik echt super lief. En ja. Nee, ik zou ze niet samen een weekend alleen laten. Maar dat is dus ook omdat hij niet vanaf het begin af aan dat heeft meegemaakt. Dus het is nu voor deze leeftijd ook wel veel makkelijker hoor. Ik kan gewoon... Als het moet, kan ik ze de hele dag samen op pad sturen met een zak krentenbollen. Dan gaat ze zeg maar niet dood. Maar dat is niet wat je wil. Nee. Dus, ja, ik weet, ja, Marley kan je niet op pad sturen met een zak krentenbollen. Nee, zeker niet. Dus dat eigenlijk. Is wel weer heerlijk, hè? Heerlijk. Ik ben echt verslaafd aan dit soort hamburgertjes. Ik vind het zo chill. Oh ja, heb ik ook nog. Ja, Waarom heb ik deze al?
Ja. Of wil jij de Big Mac hebben? Wil je een keuze maken tussen iets? Nee, maar omdat jouw ding er niet bij zat. Dan hoef ze niet per se nog wat bij. Als jij één ding niet opeet. Even kijken. Current fave snack. Die van mij is echt jawbreakers en kauwgom. Oh, je hebt een verslaving aan kauwgom. Heel ziek, ja. Nou. Oh ja, ik krijg ook heel vaak de vraag, wanneer gaan jullie de Big Mac Challenge doen? Die kan echt even niet hoor. Wat kan was dat? Wat was die ook weer? 5 Big Macs in 20 minuten of zo? Jij zei dat je dat makkelijk... Oh mijn god, je hebt nog helemaal geen hapje genomen. Nee. Niet. Hoef je dit niet? De Big Mac Challenge, ja. Nee, volgens mij had ik gezegd 5 in 10 minuten. Dat kan toch makkelijk? Hou je het in je hoofd? Nou, het in je mond is de vraag. Wat zit jij te doen? Het tussenbroodje en de calorieën besparen. Ja, die is onnodig. Mmm. Heerlijk. Nou, jouw favoriete snack? Kaas. Kaas is altijd goed. Maar, ja, ik weet niet. Ik had gisteren weer voor het eerst sinds tijden een frikandel speciaal op. Is ook zo lekker. En eigenlijk vind ik McDonald's en ja, Van Dobbe vind ik ook echt heel lekker. Ik hou gewoon heel erg van frituur. Gisteren had Piet trouwens die aardappelkoekjes met zalm gemaakt van Hello Fresh. Die zijn zo lekker. Dat zijn fucking echt lekker. Dit zijn echt mijn favoriete. Mijn favoriete Hello Fresh recept. Dit is trouwens niet gesponsord. Dit moet ik je trouwens vertellen. Het is een of andere. Ik noem hem even Max K. Die mailt dus heel vaak naar Stanley. Van Monica heeft niet benoemd dat er iets een samenwerking was. Nou. Soms vergeet ik dat ook oprecht, maar dan plaats ik het er altijd bij. En ik heb ook al zoiets, maar volgens weet ik echt wel, als ik een half uur over Tenravel lul, dat een samenwerking is met Tenravel. Maar er zijn ook heel veel dingen die ik vaak gewoon aanprijs, die niet gesponsord zijn of geen samenwerking. Deze dude, bijna iedere week stuurt hij een of andere random klacht. Nou, bedankt. Ik vind het ook niet meer dan netjes. Dus zeker als ik het vergeet, wijs me er vooral op, want... ja, dat is niet de bedoeling. En dat, ik zou het ook gewoon altijd moeten maar doen. Maar ik vind wel het krom, want... Je moet dus zo erg letten op wat je aanpresenteert. Dat je ook soms ziet van, ja, het is niet gesponsord hoor. Dat je de hele tijd moet verantwoorden of het wel... Dat heb ik nu dus. Bij HelloFresh vind ik oprecht een chill recept. En als er geen samenwerking en dan ging hij iets over zeggen. Hij had een soort bestand gemaakt. Stanley werd helemaal leuk. Nieuwe klacht tegen Monika Geuze. Nee, wat is dit? Heeft deze vent geen leven? Maar kijk dit. Op 40 seconden. Iets van Laura Mercier. Was niet gesponsord. Ja, ik had een samenwerking voor op Instagram. Maar ik liet gewoon in mijn vlog zien. Krijg ik niet voor betaald. IKEA shoppen. Allemaal basic dingen die je echt moet hebben. Ja, mag je naar de IKEA gaan? Deze ziek. Daarna broccoli soep maken. Opmerkelijk is de uitdrukkelijke vermelding dat de getoonde brown staafmixer niet gesponsord is. Zou Monica Geuze de toepassing van de reclamecodecommissie omdraaien? Alleen iets vermelden indien het bij niet van sluikreclame sprake is? Wat bedoel je hiermee ten eerste en ten tweede? Maar, ik vermeld gewoon dat het een brown ding is en dat het niet gesponsord is. Deze is ziek. Het feit dat broccoli in haar vlogs regelmatig wordt genoemd levert de verdenking op. Dit is een grap. Dat zelfs deze vermelding gesponsord dit wordt. Dit is een grap. Een campagne met broccoli. Juice Brothers. Werd ik niet door gesponsord. Ik koop die sappen zelf. En ik gooi mezelf vol met die sappen. Weer IKEA, Zara, Chloe, Café Bern. Een restaurant waar ik aan kaas fonduien. Ja, natuurlijk ben ik daar enthousiast over. Kreeg ik er maar voor betaald. Nou, echt? Maar dit is een grap. Allemaal punten en dan zet hij daaronder. Zo is het wel genoeg. De resterende 20 minuten van de vlog heb ik verder maar overgeslagen. Oké, gepensioneerde oude zak. Dit lijkt toch een prank gewoon? Ja, maar dat is dus niet, want hij doet het echt. Hij doet het ook bij Anna. En dan ben je toch een opperfreak. Wat een idioot. Echt een ziekeling. Maar goed, Max, als je kijkt. Lekker bij de Mac aan het vreten. Niks gesponsord. Helaas niet. De ballen. Ga lekker aan je pik trekken. Ja. Ik zou het ook wel even eruit knippen. Dat hij als je pik moet trekken. Mag je van mij echt doen, want dat betekent dat je iets minder lang bezig is met mijn vlogs kijken. Waarom maak jij reclame voor pikken? Waarom niet voor kutten? Pikken zijn gesponsord.
Ook de grootste grap dat jij ooit een campagne voor broccoli zou doen. Een campagne met broccoli. En wie is dan de eigenaar van broccoli? Broccoli. Henk Broccoli. Echt heel raar. Maar eigenlijk inderdaad, we zouden nu dus alles moeten blurren van het eten. Dan kan je niks meer doen. Belachelijk. Het slaat nergens op. Zeg maar, hij bedoelt hier eigenlijk mee te zeggen, je mag je nergens positief over uitlaten, want anders dan verdenk ik je van reclame maken. En ik vind het ook heel krom, want Oké, ik begrijp dat misschien dit niet iedereen doet, maar ik werk wel echt alleen samen met merken waar ik echt achter sta. Dus als ik positief ben, is dat niet omdat ik ervoor betaald word, maar omdat ik er achter sta en ik een samenwerking aan ben gegaan. En daarom akkoord heb gegeven op die samenwerking. En ik vind dan ook, als het niet eens op een betaalde samenwerking lijkt, dan betekent het juist dat het dusdanig natuurlijk is. Toch? Dat mensen weten, ja. Ik vind het echt niet erg om te vermelden of iets in samenwerking. Maar als ik expliciet vermeld dat iets niet gesponsord is, hou je bek dan, joh. Ik mag niet eens een broccoli soepje maken. Echt heel ziek. Echt, hè? Oh, toevallig. Jouw hele flesjebox wordt morgen bezorgd. Hé, die van mij ook. Niet gesponsord, Max. Oké. Nog een vraagje doen? Maar we waren wel zo lang bezig. Ik heb het helemaal in de gaten. Ja. Hoe voelden jullie aan dat jullie emotioneel stabiel genoeg waren om een kind te krijgen? Niet? Nou, en ik zou je vertellen, daarna word je een partij labiel. Maar echt. Als je dacht dat je emotioneel stabiel was, dan wordt het daarna wel onderuit getrapt. Echt hoor. Ik moest daar gisteren nog aan denken. Dat ik gewoon echt die eerste weken zo labiel was. En nog steeds wel eens eigenlijk. Gewoon mental breakdowns. Maar goed, ja, ik denk dat je er nooit echt klaar voor bent. Dat vooropgesteld is nooit een goede timing. Nee, als het eenmaal zo is, is het gewoon zo. En ga je er alles aan doen om het in goede banen te leiden. Ja, en ik dacht altijd, als je eenmaal ouders bent, dan ben je volwassen. En dan ben je zeg maar net als hoe je altijd je ouders zag. Dus die eten geen chips. Die hebben discipline, die doen alles heel goed. Maar ja, op een gegeven moment hoe ouder je ook wordt, dan merk je dat ook je ouders maar gewoon mensen zijn. En mijn moeder die zat ook gewoon chips te vreten op de bank als wij erbij lagen. Ja. En ja, we zijn nu nog precies hetzelfde als voordat we Marley hadden, dus. Klopt, het is inderdaad heel erg van, ik dacht vroeger ook altijd, je ouders hebben eindeloze kennis, eindeloos geld, eindeloos alles, weet je wel. Terwijl, zij waren een soort van de hogere macht die het allemaal wel beter wisten dan jij. Op een gegeven moment kom ik erachter dat het niet zo is. En ook nu met Sarah Lizzie kan ik me heel erg voorstellen, ik ben haar stabiele factor. Dus zij denkt ook dat ik alles weet. En als, maar ja, in fact, soms denk ik ook wel eens als ik weer iets kinderachtigs doe, denk ik, oh, Sarah Lizzie moest dus weten dat ik de moeder ben. Ja. Zoals dit. Wij hadden echt niet dat onze ouders vroeger met elkaar in de auto Mac zaten te vreten. Ja, deze misschien wel, maar dan weet je dat. Nee, je weet ze maakt er in ieder geval geen video over. Ja. Dus ja, ik denk dat je uiteindelijk wat je ook over het moederschap en ouderschap kunt zeggen, zolang je je kindje echt onvoorwaardelijke liefde geeft, dat moet denk ik gewoon bovenaan staan. En tuurlijk, ik vond het ook het meest belangrijk dat je financieel je dingen ook wel op orde hebt. Dat er geen chaos is in je financieel. En mocht dat wel zo zijn en het gebeurt dat je kindje krijgt, kan het ook echt allemaal prima. Maar voor mijzelf had ik zoiets van, ik wil in ieder geval dat het stabiel is. Klopt. En want buiten dat, wat je net zegt, dat is zo. Je hebt eigenlijk alleen maar liefde nodig en natuurlijk eten. Maar goed, als je borstvoeding geeft, dan hoef je dat ook niet te betalen. Maar ik heb wel vaak nu tegen Piet gezegd van, wow, er zijn echt veel dingen die je leven chiller maken met een baby. Zoals bepaalde slaapzakjes of wippertjes. Ja. En ik heb er gewoon soms 3 gekocht voordat ik er eentje heb die dan goed werkt. Dus dan. En ieder kind is weer anders. Dus bij een volgende kan je misschien eentje krijgen die een ander slaapzakje heeft. Precies. Dus, en het is wel echt heel erg duur allemaal. Ja, het is echt heel duur. Ook kinderkleding. Nou, sorry hoor. Doe even normaal. Het is zo duur en ze groeien er zo weer uit. Ja. Het slaat echt nergens op. Maar goed, ja. Dus aan de andere kant. Kijk, het kan natuurlijk ook allemaal qua budget anders. Ik bedoel, er zijn genoeg mensen die
bedjes of whatever gewoon. Dat is het. Het maakt het, qua financieel maakt het niet uit, maar ik ben wel, je moet wel, denk ik, een kind iets kunnen bieden als in, het zou nogal zielig zijn als je mee op straat moet leven. Ja, maar goed, als je op straat leeft, dan kan je waarschijnlijk deze video dan kan je ook niet wippen. Nou, moet je eens kijken. Moet je eens kijken, ik ga nu op straat wippen. Zouden jullie vreemd gaan op elkaars vriend voor 2 miljoen? Ja. Gratis. Zou het gratis doen. Nou ja, nou, jij ook. Ik denk dat het wel een goede wisselwerking is. Want we hebben 4 miljoen met z'n allen. En een leuk swingersplezier. Nu moeten zij er nog mee akkoord. Ja, het zijn zulke geldwolven. Als ze allebei 1 miljoen krijgen, dan doen ze het wel. Ik dacht, het zijn zulke geile wolven. Dat ook, dat ook. Hoe zit het met het trouwen van Danique? Ik weet niet of je gewoon wilt trouwen met die vent. Oh nee. Ik sta net dicht zo bas. Die relatie echt. Wat een. Dat wordt echt op de proef gesteld het eerste jaar. Tering. Ja, ik heb het niet gered. Nee. Nee, het is. Nee, het is verschrikkelijk. Ja. Nee, maar. Weet je, de hele lol is er wel een beetje vanaf nu. Want het is al best wel lang geleden. En wij wisten natuurlijk. Ja, dat we het liefst eerst een baby wilden. Dat is nu gelukt. Alleen nu corona. Ik heb niet eens zin om dingen te gaan plannen. Nee, want je hebt nul uitzicht. Precies. En in maart dacht je nog van, oh ja, van zo of eind dit jaar kan je. Maar dat, ik heb echt zoiets van, ik ga niks meer plannen. Nee, en dan moet je ook nog niet vergeten dat alle mensen die zouden gaan trouwen, die al wel iets gepland hadden, die gaan ook straks. Dus het is denk ik echt, als je nu wil gaan trouwen, nou ga maar iets plannen voor over 5 jaar. Ja. Nee, dus komt wel. Verloofd zijn is ook leuk. 2022, dan zijn we 10 jaar samen. Dat vind ik wel echt, daar streef ik wel een beetje naar. Nou, kom op met dat vaccin. Dan ben ik er ook nog enigszins, dat je niet te oud al bent. Nee, natuurlijk niet. Waarschijnlijk heb je dan alweer 3 kinderen. Nou. Kan Marley het goed vinden met Charlie? Nee, vrees totaal niet. Hij haat haar. Nee, Marley is 3 maanden. Ik heb nog niet zoveel te vinden. Ah, nee, maar volgens mij vroeg Daan dat net van hoe Sarah Lissie met Marley. Maar ze is zo echt heel lief geworden. Ja. Zo schattig. Ook nu Sarah Lissie haar ledikantje van de kamer is. Slaapt nu in een groot bed. Zei ik ook dat haar ledikantje naar Marley was gegaan. Als ze was eerst helemaal van, waar is mijn bed? Toen zei ik, nou, het is een babybed. Die is nu naar Marley. Toen was ze, oh ja, oké. Okay. Dus dan kan je ook met de speen gaan doen. Ja, ook gewoon even aan Marley geven. Dat zegt zich altijd dat je de speen kan afleren om te zeggen dat het naar een baby gaat. Ja. En gewoon in de prullenbak gooien. Later hoor. Lekker dat coronaspeentje Marley zijn mondje proppen. Hoe was de bevalling? Of ga je daar nog een losse video over maken? Ja, wellicht. Ik moet ook zeggen. Ik zou dat doen. Lekker een. Ja. Maar goed, het was in ieder geval kort gezegd best wel heftig. En lang. 33 uur. En 3 uur persweeën wegpuffen. Oh. En geen pijn, of tenminste een rugprik die niet werkt. Ja. Ja, nee ja, ik zou daar, want je hebt natuurlijk ook die endometriose vlogjes gemaakt. Ik zou dit ook lekker, als je een keer tijd hebt. Ja, maar echt. Of Marley in de draagzak. Ik vind altijd wel die, Wat? Nee, niet kijken. Oh. Ik vind het wel heel leuk om bevallingsverhalen te luisteren. Dit wilde ik zeggen. I love it. Tranen met tuiten altijd. Ik vind het altijd zo heerlijk. Ja. Ik ook. Hoe combineren jullie je werk met jonge kinderen? Ik combineer nog helemaal niks. Nee. Dat moet nog. Moet echt nog komen. Ja, jij hebt het al beter voor elkaar. Ja, maar goed, ze is natuurlijk ook ouder. Aan het begin vond ik het ook, en ik moet nu ook zeggen, zeg maar, oké, ik heb dan nu Robert, maar in die tussenfase, als ik soms een draaidag had en mensen zeiden van ja, dan ben je tot ongeveer 8 uur bezig. Ja, dat kan niet. Dat kan gewoon niet. En als ja, ik moet erop halen. Ze is dan op de crèche, ja, ik moet erop halen om max 6:15. Dus ja, hoe ga ik dat doen, weet je wel. Dus uiteindelijk vind je wel manieren en dingen voor opvang of oppas of dingen. Maar het is gewoon forever gepland. Ja, want brengen, halen. Het is echt logistiek. Maar de conclusie van combineren is eigenlijk dat je constant moet kiezen. Ja. Dat je gaat of werken of je bent met je kind. Ja.
dat is de enige conclusie van hoe je het kan combineren. Ja, klopt. Want combineren kan niet, want combineren is eigenlijk... Neem je kind mee naar werk. Nou, nou succes. Dat kan je echt wel vergeten. Ja. Ik weet nog dat ik zo naïef was van tevoren. Ik dacht, oh ja, als hij slaapt, dan kan ik thuis werken. En, als hij slaapt, dan loop ik op mijn tenen. Ja. Hij slaapt niet eens in zijn eigen bedje, dus... Nee. Nee, combineren is amper te doen, nee. Nee, ik dacht ook altijd van ja joh, dan nemen we het toch gewoon mee in de maxicozy, slaapt ze gewoon en dan, nou, nee. Dat gaat gewoon echt niet. Nee, meenemen, dan werken ze ook eigenlijk nog een soort van zielig. Ja. Dan kan ze beter ergens... zijn waar ze gewoon wel aandacht krijgt. Ja. En, ja. Hoe hou je genoeg tijd over voor elkaar met een kleine? Ja. Dat is denk ik gewoon date nights inplannen. Gewoon verplicht... En dat is nu ook al moeilijk. Ja. Met dat alles dicht is. Klopt. Dan zou je echt moeten zeggen, hij slaapt bij mijn moeder en we gaan samen thuis een film kijken. Maar dan denk je, we zijn toch thuis. Dus vind ik zonde. Ja. Ja, dus dat doe je eigenlijk gewoon niet. Ik denk vooral in deze tijd is het wel echt pittig inderdaad om een kleintje te hebben. En dat je nooit eventjes samen eruit kan van, oké, weet je wat, we gaan ons even bezatten. Of we gaan even iets leuks doen. Alleen nog even samen eten of... Ja. Ja, al komt je moeder na werk eventjes 3 uurtjes dat jullie eventjes kunnen eten of zo. Ja, en toen 2 weken geleden zo gingen we even naar de bios samen, gewoon echt naar een gare film. Maar voor het idee dat je even, want dan slaapt hij toch in de avond. Ja. Maar ja, dat is hetzelfde als met werken. Je moet gewoon kiezen. Ja. Naar welk land willen jullie nog op vakantie? Oeh. Ik zou heel graag Noordlicht willen zien. IJsland of Lapland of whatever. Ik zou ook een hele leuke roadtrip willen doen in Amerika. Die al een keer gedaan heb, maar toen er niet uitkwam. Precies. West Coast. Ja, dat wil ik ook wel. Canada, ook fab. Brazilië lijkt me ook leuk. Mexico ben ik ook niet geweest. Wil je niet... Jij houdt niet van bijvoorbeeld de Malediven, hè? Dat je gewoon 2 weken alleen maar kan liggen. Nou, ik zou het niet afslaan. Maar jij bent wel meer van een beetje dat je dingen kan doen. Ja, dat ik je actief, wel... Dat je gewoon steeds een beetje je hotel af kan. Ja. Ja. Na 2 dagen liggen wil ik wel een keertje abzeilen of een kwadje rijden of zo. Iets. En ik wil ook wel lekker kunnen winkelen en ook lekkere eetplekjes. Ik wil gewoon alles. Nou, we zijn klaar met Frats ook. Ik denk dat wij hem lekker af gaan ronden. We zijn eigenlijk al lang klaar. Ja, we zijn al lang klaar. We zitten gewoon een beetje... geen mukbang meer. We zitten te kletsen. Het is ook... een Q&A. We hebben ook nul over het eten gepraat. Hoe moet dat? Het was lekker. Het was een heerlijke frietsaus. Ja. En laat ons weten wat je nog meer wil zien qua mukbangs. Vaker met Daan. Wat voor eten. Laat het allemaal achter in de comments. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei! Doei!